mensen, welkom nog eens op een wandelvlog midden in de week. Ja, midden in de week. We zijn wel nu aan het wandelen, ik en Bea. Ja. En we zitten in de Ketenvallei in Londen. Mijn kik is wat wolken, maar daar hebben we geen schrik voor. Daar hebben we ook geen schrik voor. En daar hebben we zeker geen schrik voor, want dat is allemaal op aan het klaren, zeker. Dus dat komt allemaal goed. We zijn nu een kleine 8,2 kilometer wandeling bezig. Pak 8,5 tot voor terug aan de wagen te komen. En ja, ik kan jullie weer al wat mooi beelden laten schieten. Mooi beelden laten tonen in mijn vlog. De wandeling staken. Waarom? Ziet eens naar die wolken voor ons en ik zie daar ook buienlijnen hangen en de wind staat naar ons toe. Dus wat daar allemaal is van mooi weer, dat krijgen we niet meer. We krijgen dit over ons heen. Dus wij moeten gaan staken, want dan gaan wij kletternat worden. Allee. Tot straks.
iemand een microgolf over nodig, hier ligt er een. Schandalig. Vind ik toch. Ik was een paar Peters aan het luisteren, hier wel mensen. Ik ben nu terug aan het rijden naar mijn thuisje toe. Ja, we hebben dus de wandeling niet helemaal kunnen uitdoen. Omwille van, we waren juist op tijd terug en het begon echt heel hard te regenen. Daarna zijn we dus gewoon terug naar mijn thuis gereden. Ja, naar mijn thuis, naar plaats X. Om dan daar Enzo Knol te kijken. Dan naar familie. En dan, ze was toch wel redelijk moe. Dus dan heb ik haar dan ook wel naar huis gedaan. Maar oh jee, dat was niet vlekkeloos verlopen. Nee. Ik dacht dat daar nu een deur open stond. Zot. Dus, ik ben aan het denken. Ja, oké. Okay. Het was dus niet vlekkeloos verlopen. Volle lijn, hè? Mag ik... Ze waren alleen maar wel verschrokken. En ik ook. Ja, ik moet dus nog tanken. En ik moet dus bij de IKEA af. En daar staat dan IKEA suite. Dus daar staat dat ook nog een keer op. IKEA suite. En dan, ja. Schitterende notte die ik ervoor mee op mijn race rook. Oh, fuck. Oh. Dat was wel even verschrikken. Allee, ja, op naar de tankstation. Dat is ook voor jou, mijn schatje, dat ik naar de tankstation ga. Dan kunnen we nog, eens wat rondrijden. Dan een rondje gaan rijden, joepie. Voilà. Gaan tanken bij Lukol. Als ik gedraaid geraak, gedraaid. Hoe jij? In één keer. Woehoe! Bonuspunten. En dan was dat hier ergens op. Ja. Oké, okay. Opzet 3. Die staat aan de BR-kant, dus ik moet deze dan nemen. Pont nummer 1. Zo, allee, ik neem jullie mee. Ik zit dus mijn bankkaart in, dus jullie gaan de code niet zien, jullie gaan alleen maar het schermpje zien. Voilà. Pont nummer 1. En dan ga ik eens even kijken als jullie mijn pincode gaan zien. Nee. Dus dit. Voilà. Kaart uitnemen. U kunt gaan pompen bij tank nummer 1. Oké. Okay. Oh nee, zeg dat niet waar was. Nu begint het nog juist te regenen. Zie dus op mijn auto. Oh jezus, dan gaan we het snel moeten doen. Diesel hebben we nodig. Amai, hier heeft er juist 76 euro getankt. Hoeveel ga ik eindigen? We gaan het helemaal volgooien. 30, 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
En sorry, ik ga wel ze biedt niet op mijn parking parkeren, waarom niet? Oh, 14 euro en 1 cent. Oké. Ja, die was nog wat vol, mensen. Dan de stop erop. Wist je dat je dit ook kunt doen? Tadaa! En nu het terug opdraaien. En dan hopen snel thuis te zijn. Waarom? Ik moet scheten. En dan niet klein beetje. Ik begin buikpijn te krijgen. En dan begint het ook nog zo vies te regenen. Jezus Maria Jozef. Opnieuw kladderregen. Ja, dan gaan jullie zien mij concentreren. Ja. Ik heb toch getimed en daar is niks bijgekomen. Strange. Het zal wel morgen erbij dan komen. En het probleem is, hè, het is wel een redelijk stuk rijden hoor. En nee mensen, zelfs als ik naar de wc moet gaan, ga ik niet voor een millimeter rijden. Oh, verkeerde dingen. Oh. Shit man, echt waar. Het is begonnen dus aan het tankstation dat ik dus moet gaan kakken. Of kan poepen. In Nederland is dat poepen. Mooi licht, blijf eens gunstig en blijf groen. En het is weer al helemaal gedaan met regenen. Daar was het aan het kletteren tot het giet. En dan hier is het helemaal niks bezig. Oh, ik zie af mensen. Ik zie echt af. Goed dat ik op thuis ben. Oh, oh. Rode lichten haal ik niet, dus ik ga langs de andere kant. Ziet je, die haalde ik niet. Het was rood. Dus dan ga ik maar langs de andere kant. Want die blijft toch heel lang rood. Het is weer al beginnen te snuffelen. Oh, mannetjes. Dat een mens toch zo fel kan afzien. En het zit al diep, hè. Ik ben echt aan het knijpen. Echt in mijn broek, hè. 3 minuten al dat het hoog nodig is. Kom in de wc al roepen, ja die kom maar. Ik heb maar beter niet getankt. Dat is kut. Oh, dan zien jullie dus wat ik allemaal meemaak. Dan moet hij ook nog langs deze kant. Kom aan, oversteken. Ik wil niet wachten. Ja, wel als er een auto aankomt. Maar er komt geen auto aan. Dat is goed. Ik wens dat dus echt niemand niet toe. Hè. Oh, zoveel pijn dat ik nu aan het lijden ben. Ik zie af. Ah ja, dat is ook nog wel een hele goede vraag, mensen. Wat doen jullie als jullie in de file staan op een autosnelweg? Je moet hoog nodig, niet naar de kleine toilet, hè, maar hoog, maar ook hoog nodig naar de grote toilet. Wat doen jullie dan?
Dat is vraag nummer 1. De tweede vraag is, als jullie ook hoog nodig naar de grote toilet moeten gaan en jullie zitten op secundaire wegen te rijden, wat doen jullie dan? Daar ben ik wel eens echt eens benieuwd naar. En die was hier dus niet op het net. Wat doen jullie dan? Laat het hier in de reacties weten. Maar ik ben wel echt eens benieuwd naar. En wat ook nog nieuw is, dat wil ik ook nog even melden. Ga naar www.cyclotv.be en reageer daar ook op het nieuwspostje. Waarom? Dat is ook de nieuwe Q&A. Dus ik ga dus elke maandag ga ik dus de Q&A ook opnemen. 1 van Discord, 2 van YouTube en 3 nu van mijn website. Binnenkort komt er ook nog waarschijnlijk Instagram en Facebook er ook nog erbij bij deze. Ik ben nu thuis aangekomen en nu heel snel eerst naar de wc toe en dan mijn auto komen leegmaken. Yo, zo snel wil ik echt dus helemaal te gaan.